Ja, ik heb ook foto's van je gezien op Instagram. Dan snap ik ook waarom je dat mondkapje voor je ogen had. Ha, ik ben Maggie trouwens. Ik heb het ook even voorgesteld. Ik krijg trouwens wel een aantal appjes binnen via de NRC-app. Daphne die zegt, wat ziet Maggie er goed uit? Vooral omdat ze er al zo vroeg was. Dankjewel, Daphne. Ik neem dat maar aan als een compliment dat ik er zo vroeg was. Ja, en mijn moeder die heeft ook geappt. Die zegt, superleuk dit interview met Maggie. Wat een sympathiek mens. Ja, sinds ze weet dat ik voor jou voor haar een schoondochter ga krijgen. Hoe heet je moeder? Brigitte. Brigitte. Ja. We gaan het regelen. Misschien moeten we samen ook even bellen. Hoe oud is je moeder? Mijn moeder, die is 52. Oh. Of 53, maar dat weet ik nooit. Nou, ik ben in ieder geval ouder, dus dat kan ik gewoon Brigitte zeggen. Ja. Nee, maar dat gaan we gewoon regelen. Dat wordt gewoon mijn nieuwe doel de aankomende maanden. Ja, ik vind het goed. Maar we kunnen er ook gewoon een televisieprogramma van maken. Ja, dat is hè? Leuk. Dan mag Imke die mag dat dan presenteren. Ja, ja. En dan doet Maggie, die is de coach. En dan ben ik het slachtoffer. Of ik ben uiteindelijk... Nee, ik ben in principe het doel. Ja, jij natuurlijk. Bent doel. En dan gaan we op zoek naar iemand voor mij. En dan allemaal gaan we padvinders allemaal en zo. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat een heel leuk idee. En ja. Dan doen we het een beetje ook zoals The Voice. Dus ik druk op de knop. En uiteindelijk, als jij het presenteert, ga ik een beetje bepalen met wie jij dan wel en niet gaat daten. Ja. En waar. Bij de een ga je dan uit eten. Bij de ander ga je alleen borrelen. En met een ander ga je naar de film. Een dagje sauna vind ik ook wel leuk om te filmen. Kijk hoe je je dan gedraagt. Ja, ik heb zo wel van 6 afleveringen in mijn hoofd. Hé, maar heel belangrijk, waar val jij op dan? Waar ik op val? Wat zoek jij in een vrouw? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Want kijk, het klinkt nu alsof ik heel veel exen heb gehad. Maar mijn exen zijn allemaal heel verschillend. Maar toch, waar zoek jij? Wat zoek jij? Ja, waar moet je dan minimaal aan voldoen? Kijk, wat jij straks zei, dat vond ik echt heel knap trouwens. Want die omschrijving, dat is gewoon waar. Welke? Die jij voor mij straks gaf, die hele oproep. Want ik ben er nooit, ik ben precies dat soort dingen, weet je wel? Dus iemand moet dan inderdaad daar rekening mee kunnen houden met zo'n autist als ik. Mm-hmm. En dat. Eigenlijk. Oh, nou, dat is niet okay. Zo heel... Het is niet heel erg veel eisen. Nee. Een beetje slaafs mens, maar voor de rest... Iemand moet gewoon rekening houden met mij. Voor de rest heb je niet veel nodig. Nee, maar ik vind dat altijd lastig om een type te omschrijven. Als mensen dat dan vragen, denk ik altijd van... Ja, ik heb eigenlijk echt geen idee, want het is altijd net het moment eigenlijk. Ja. Heb jij een relatie, Imke? Nee, ik heb geen relatie. Oké. Waarom gaan we er niet voor beide op zoek? Ja, misschien komen we uiteindelijk wel bij elkaar uit. Nou, ik vind het wel het leukste dat we eerst even voor jou op zoek gaan. Nee, tegelijk. Oh, dit is echt een beetje zo'n Mattie en Marieke verhaal. Hè? Oh, misschien komen we wel bij elkaar uit. Ja. Ja, dat zou goed kunnen hoor. Ja, volgens mij zijn we nog steeds dan bezig met boulevard, is dat zo. Nou, dat zou dan blijkt te zijn. Nou ja. We hebben al wat oproepen binnengekregen. Echt? Ja. Nou. Zijn Michael en Imke? Nou, ik denk Daphne bijvoorbeeld, die dan een complimentje maakt over Maggie. Dat is gewoon een omweg naar jou. Oh, maar Daphne die is al veel ouder dan dat ik ben, hè? En hoeveel ouder is Daphne? Ja, hoe oud zou Daphne zijn? Ja, Ik vind het lastig om een leeftijd te bespreken, maar hoor. Maar ik denk wel... 30 plus. Dat sowieso. Dat is een afstandige uitspraak, ja. Ja, maar dat voel je niet, hè? Nou, Daphne komt zo meteen binnen, dus zou het even vragen. Dat kun je okay. Gewoon, ja, die komt straks in de studio. Maar Daphne en een jongere versie is denk ik wel heel leuk. Of nou, Daphne, deze versie is ook superleuk. Oh, wat zeg ik? Maar wat zeg jou, jij? Voor jou. Nee, wat zeg jij? Daphne en een jongere versie is wel leuk. Voor Michael, bedoel ik. Nee, nu moet jij zelf op zoek, Imke. Ik hoor hier een bepaalde... Nou, ik zal je eerlijk vertellen, als ik dadelijk toch het gevoel heb dat Daphne wel de ware vorm blijkt te zijn, dan keur ik er toch af. Want ik wil die 6 afleveringen nog gaan maken. Vind ik zo zonde? Ja, dat klopt. Nee, de oproepjes staan nog steeds open. Als je er bij mij op date wil, laat het even weten. Ja, dan krijg je Maggie de gratis af en toe bij. Ja, heel goed. Gaan we eerst eventjes dan maar eventjes zijn er nieuws? Ja, als er nog nieuws is. Ja, dat is allemaal opnieuw. Dominique trouwens, die is er ook. Hi. Hallo. Heb ik nou? Ja, een goede microfoon inderdaad. Hey, hoe is het met jou? Nou, ik kom net terug van vakantie, dus het gaat wel goed, hè? Ja, gaat goed. Waar ben je geweest? Marbella en Ibiza. Marbella en Ibiza. Ah, oké. Okay. Is dat een beetje leuk? Nou, het was superleuk. Alleen de clubs waren dicht in Ibiza. En in Marbella was alles open, maar dan moest je alles reserveren. Dat hadden we natuurlijk niet gedaan. Nee. Saai. Maar dat was wel heel leuk. Dus jullie hebben vooral heel veel cocktails gedronken? Heel veel, ja. Ja, dat is echt iets waar Maggie ook al van houdt, hè? Cocktails. Ja, ja en melk. En melk? Ja, ik vind melk altijd wel erg lekker. En een cocktail, het liefst door elkaar heen. Een melk en een cocktail door elkaar heen. Kokosmelk.
Nee, dat vind ik vies. Ja? Pina colada. Ja, ik vind kokos lekker ruiken, maar ik vind het vies smaken. Ah. Maar wat voor cocktail heb je dan met kokos en melk? Of een melk en een cocktail? Ja, dat kan van alles zijn. Je pakt gewoon wat open eerst, dan flik je wat melk bij, je schudt drie keer. En ik drink en je hebt het een cocktail. Ja, ik doe daar niet zo heel erg moeilijk over, zeg maar. Nee. Maar lieverd, jij bent in Ibiza en Marbella geweest. Ja. Ja. Heb jij met een mondkapje in het vliegtuig gezeten? Oh ja, zeker. Hoe is dat? Het gaat, alleen soms heb je echt het gevoel dat je stikt, joh. Echt waar? Oh, nee, maar je moet ook als je in een restaurant bent of ergens... Met een mondkapje in een restaurant? Ja. En hoe doe je dat dan met eten? Nou, stik in ja, die vork? Dan mag die af, maar ja? Als je naar het toilet moet, dan moet die wel weer op. En handen elke keer desinfecteren. Oh, ja, maar als je dan uit eten gaat, heel chic in Ibiza, met een mondkapje en dan je handen... Dan heb je toch het idee dat je in een bedrijfskantine van een ziekenhuis zit, dat je net geopereerd hebt. Moet je een stuk vlees opensnijden en dan met je mondkapje weer naar plassen. Ja, nou ja, als je de dag van tevoren een beetje veel hebt gedronken, is het soms toch wel een beetje prettig om jezelf een beetje te verstoppen. Ja? 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 Oh. Ja. Ja, ik heb ook foto's van je gezien op Instagram. Dan snap ik ook waarom je dat mondkapje voor je ogen had. Hi, ik ben Maggie trouwens. Ik heb het ook even voorgesteld. En jij bent? Ik ben Do. Oh, Do. Kijk, Dominique is de influencer van ons. Ons ja. Oh, ja. Is dat iemand die dan, waar we het naar Tel veranderen, die bekend is met niks? Ben je vrijgezel? Ja? Je kan je opgeven, hè? Niks, hè? Ja, en je kan je ook opgeven, hè? Er komt een nieuw programma aan. Heb je dat nog gehoord? Oh, het is zo vroeg, jongens. Heb je niet naar de radio geluisterd deze ochtend? Schat, ik ben net wakker. Ja, nee, maar het was ook net. Het was ook echt net. Oh, echt? Ja. Ja, maar dan is ze ook echt net wakker. Wat dan? Ik denk dat ze er ook pas open heeft gedaan toen ze hier aan de deur stond. Nou, bij met de auto. Maar anders maar ook zo glazen, hoor. Wat staat hier precies? Nou, ze is in één keer wakker. Ja, dat is wel... je mag zelf inschenken, schat. Ja, zo, ik ga het niet weer doen. Want jij hebt in Spanje gezeten. Maar iemand anders ook? Nee, we hebben net al op. Nee, we hebben op. Oh, oké. Okay. Ja, moet nog echt? Naar Xander de Bouzonier. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een beetje het item van vandaag. Xander de Bouzonier. Oh ja? Ja. Gaat hij door of gaat hij niet door? Dan kan ik wel zeggen over Xander, dat ging wel eens meer niet door in zijn leven. Maar ja, maar nou weer over Wendy te gaan hebben, dat doen we niet. Nee, Sfeerboulevard dit. Ja, Sfeerboulevard. Ik zag net ook weer iets nieuws over Wendy. Dat dacht ik, gaan we het er even over hebben. Oh, over de disc. Ja, ik weet niet precies wat het nieuws was. Maar Wendy en Xander, dat was natuurlijk echt de grootste rol van ik weet niet welk jaar. Nou, het was gerold, het was echt. Nou, ja, was maar echt, was, kijk, we gaan er straks heen, dus. Sorry. Nou, dat is het. Ja, alsof die Bouzonier hier naar zit te luisteren. Hoi, Xander. Dat was natuurlijk algemeen bekend, hè, dat Wendy en Xander Bouzonier eigenlijk zouden gaan trouwen. Toen is echt een paar weken voordat de bruiloft was, heeft Xander gezegd van nee, het gaat niet door. Nou. Want ik ben vreemd gegaan. Nee, dat heeft Xander niet gezegd, het gaat niet door. Dat zei Wendy. Maar zei Wendy dat het niet doorging? Want hij heeft toen net voor de bruiloft gezegd van hey, ik ben vreemd gegaan. Mm-hmm. En ze hebben nu nog wel samen een kind en die geeft ook Van Dijk met de achternaam. Maar goed, dat is op zich een algemeen bekende... Ja. Ja. En uiteindelijk is iedereen weer heel erg gelukkig en hebben ze kinderen van andere mannen. Precies. En vrouwen. Zo zijn ze allemaal influencers. En het zijn allemaal influencers en ze staan de hele dag op Instagram en drie keer niks. Ja. Ja, dat is Maggie. Maar om het nog even te hebben over waar we het net over hadden, waar je dus voor op kunt geven. Wij zijn op zoek naar een vriendin voor ons DJ. Dus jij kunt je ook opgeven. Ja. Ga je dat doen? Moet ik even nog 400 keer over nadenken? En als je er nu één keer over nadenkt? Grapje. Nee, nou wil ik wel even weten van Miguel. Miguel, waar val je nou op? Ja, dat hebben ze mij ook al net gevraagd. Maar dat weet ik dus niet zo heel goed. Waarom niet? Omdat mijn exen, die zijn allemaal heel anders. En ik heb helemaal geen reden. Ja, maar ik heb helemaal geen reden waarom eigenlijk. Ja. Nee, we gaan eerst naar de haarkleur. Heb je blond gehad? Ja. Heb je donker gehad? Ja. Heb je rood gehad? Nee. Nou, een rooie. We zoeken een rooie. We noemen het programma Over de Rooie. Mikkel gaat over de rooie heen. Ja. Nee, maar ik heb geen idee wat nou eigenlijk... Ja. Maar het is heel makkelijk. Je kan je gewoon opgeven. En het enige wat hij... je kan gewoon je eigen leven blijven volgen. Hij is nooit thuis. Hij heeft het veel te druk. Hij is heel precies. Hij is precies nooit thuis. Dus je kan gewoon zeggen, ik heb verkering. Maar je hebt er helaas van. Ja, maar dat... Ja, daar is geen voordeel voor mij natuurlijk. Nee, maar wil jij echt gewoon met rozenblaadjes op een wit gestreken laken en een beschuitje en al die flauwekul? Toch zeker niet. Nou. Dat zijn dat zijn allemaal sprookjes, hè? Ja. Uiteindelijk eindig je met een heks op de bank. Ja, is dat echt iets wat jij leuk vindt, Dominique? Dan voor jou doe ik dat gewoon. Ik ga dat programma nou niet zitten verknallen. Dan heb ik wat eerder te vragen. Mapklapper. Ik zie gewoon echt, ik heb mijn agenda al vrijgemaakt voor de aankomende maanden. Ja, Maggie die gaat dus... Jullie eerste date, wat wordt dat? Op het werk.
natuurlijk. Want ja... Oh, je hebt het over mij? Dominique, verzin eens iets wat jullie eerste date. Wat zou jij het liefst willen? Bij de GGD. Eerst checken. We gaan eerst checken bij de GGD. Ja, we beginnen zuiver en schoon. Reinheid. Ja. Eerst GGD. Na coronatest. En dan bungee jumpen. Bungee jumpen vind ik wel een hele goede. Vanaf een kraan of gewoon in een hotelkamer? Kan beide, hè? Ja, inderdaad. Gewoon, ja. Ja, zeker. Gewoon van de brug af of zo. Van de brug af? Nee, dat doe je na 3 weken verkering misschien. Maar Imke, jij gaat het presenteren. Kijk, Mary, jij gaat mij erin coachen. Ja. En ja. Ik moet dat dan gaan doen. En Dominique is de eerste kandidaat. Ja. Nou, ja. Wat ik ga doen met coachen... Ik ga jou omtoveren tot een hele... leuke, romantische, vrouwvriendelijke... ik maak tijd voor je schat, man. Oh, maar dat ben ik dat nog niet dan? Zo'n droomprins? Jawel, er is basis. Er is basis. Maar er valt wat te schaven aan je. Oké, maar wat moet er allemaal verbeterd worden dan? Nou, je agenda, je moet tijd vrijmaken. Het eerste dat je nooit zegt dat er iets aan jouzelf verbeterd moet worden. Maar dat zeg ik toch nooit? Oké. Zelfreflectie is het eerste waar vrouwen over praten, hè? Ja, nee, dat is het eerste wat je moet doen. Dat kan mezelf heel goed reflecteren. En leren wij op school. Ja, wij ook. Dat is echt... Wat zit je op school? Ja. Welke school? De Han. De Han? Ja. Oh, en wat doe je? Ondernemerschap en retail management. Oh. Nee, maar dat is een hele goede basis voor verkering. Ja. Eerste basis. Ja, ik zit in de retail. Ik heb een relatie met Mikael. Misschien moet je daar wel een opleiding voor hebben. Misschien is dat een eis voor mensen die zich aanmelden. Je moet wel of een studie volgen of afgestudeerd zijn. Ja, dat is wel een goede. Ja. Ja, is dat zo? Ben je daar naar op zoek? Afgestudeerd? Ja, afgestudeerd. Nou, iemand die wel een beetje brains heeft. Ja, dat zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. En waar knap je op af? Dat vind ik veel leuker. Wat moet je niet hebben? Ja. Heel veel arrogantie. Dat vind ik echt heel erg vervelend. Dus alle dames die zich nu aanmelden uit arrogantie van... oh, hij gaat waarschijnlijk voor mij die kets wel af. Ja, wat is arrogantie? Arrogantie is wanneer je jezelf heel erg, echt duidelijk op de eerste plek zet. Een beetje wat Maggie altijd doet. Wat is daar mis mee eigenlijk? Als iemand kijk, ik denk dat je dan begrijpt. Ik vind het heel goed als iemand zich op de eerste plek... want dat is de basis van alles natuurlijk. Maar wanneer je echt geen rekening meer gaat houden met iemand anders... dan vind ik dat alles wel heel... denk altijd van... En inderdaad een beetje brains, dat is ook al belangrijk natuurlijk. Ja. Ja, ik heb dat zelf ook. Ik heb ook ooit een relatie gehad met iemand die zichzelf heel erg op de eerste plaats zette... en weinig brains had. Ik kan het ook gewoon zeggen, want hij luistert toch niet... want hij weet niet eens hoe een radio werkt. Dat is heel, heel, heel lang geleden. Maar nee, het moet wel een beetje brains hebben. Ja, dat en body. Brains en body. Nou, body, dat vind ik nog niet eens zo heel, heel groot. Nee, daar kom je achter. Die brains is heel erg leuk om een avondje uit eten te gaan en gezellig te kletsen. Maar uiteindelijk ga je voor die body, schat. Oké. Okay, nou, je hebt al een heel andere insteek dan ik. Ja. Oké. Zullen we het er zo meteen nog even verder gaan hebben? Ja, je vindt dit leuk, hè? Ik vind het heerlijk. Ik vind het heel leuk. Ja, jij ziet het al helemaal voor je. Ik zie het echt inderdaad. Jij ziet jezelf al helemaal met kerst met een vriendin uitgezocht door Imke en Maggie. Ja. En als het misgaat, moet je ons de schuld niet geven. Nee. Uit, hè? Zit ik gewoon lekker alleen met hem. Nee, niet dat je met kerst gaat zo zitten bellen van nou, het is helemaal misgegaan. Nee, anders kunnen we altijd nog met z'n allen uit eten gaan met kerst. Nou, dat lijkt me wel heel leuk, maar het zou nog mooier zijn als jij gewoon de liefde van je leven vindt. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel het beste. Vindt. Ja, absoluut. Ja, nee, oké. Okay. Zullen we dat programma gewoon echt even gaan uitwerken? Dan vind ik echt fantastisch. Namelijk. Ja, gaan we uitwerken. Ja, gaan we helemaal uitwerken. Hoe noemen jullie het dan? Daar is nog geen ei over gelegd. Ik leg geen eieren, maar ijsblokjes volgens deze meneer. Maar ik heb al wel wat dingetjes net geroepen waarvan ik dacht... oh, dat kan misschien wel leuk zijn. Het is natuurlijk wel echt Nijmeegs, hè? Dus vrij gezellig, denk ik dat wel een hele leuke is. The body. Ja, want dan moet natuurlijk ook een beetje gesixpackt worden. Dus we gaan natuurlijk ook in de coaching sessies naar de sportschool. En we gaan van alles doen. En etikettenles. En de vrouwengeschiedenis. Dat is zo. We gaan echt helemaal... we maken er een gentleman. Kan zijn dat ik hem zelf meeneem, hoor, met de kerst. Misschien voor de luisteraars, als je nog ideeën hebt of tips of een leuke naam, dan app het even door via de site. Ja, je kunt via rns7.nl app of rns7 app gewoon. Ja, maar jij zit al helemaal in de sfeer dat jij dit nummer draait. Dit is wat jij wil neurien. Wanneer? Als je daar zit met de kerst. Als je daar zit. Misschien moet dat wel het einddoel zijn. Met wie ga jij de kerst doorbrengen om te kijken of dat dan lukt? Dat duurt nog even, hè?
Ja, we hebben nog wel even. Ja, maar we hebben nog wel even. Ja, en dan moet eigenlijk gewoon tijdens het kerstdiner met familie... dan moet kijken van, goh, werkt dit of niet? En dan heb je nog een special met oud en nieuw. En dan is het, ja, ze zijn nog steeds gelukkig. Of jij ligt hier gewoon jankend in de groot in de binnenstad van Nijmegen. Op zoek naar een ander. En dan, ja, dan zoek je het zelf maar uit. Dat zou heel goed, dat zou best kunnen. Ja. Maar wie gaan we dan daarvoor strikken? Rick ook. Die gaat dat dan filmen ja, en editen. Rick, ga je dat, doe je dat dan? Ja, ik vind Rick een hele goeie. Ik heb al meer werk van Rick gezien. Ja, dus Rick ik zou is zeggen, echt Rick, een specialiste. Ja, ja. En een gezelligerd. Ja, 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 en een gezelligerd. Ja. Ja. En dat moeten we erbij. We moeten een gezellig team hebben. Ja, je moet gewoon een leuk, gezellig team hebben. En dan gaan we gewoon op zoek. Moet het platteland zijn of wil je een stadse? Dat maakt niet uit, eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee. Als er maar niemand uit de Kuik is. Want? Dat wil ik gewoon niet. Oh, daar heb je ze allemaal gehad. Ik was wel bang voor die opmerking. Maar, nee, dat weet ik gewoon. Nee, ik weet niet. Het is niet leuk. Ik heb al rondgekeken. Ja. Het is gewoon niet leuk. Kijk, en zo zie je, dan zitten we hier eigenlijk omdat de Vierdaagse afgelast is. En uiteindelijk eindigen we met... Een nieuwe vriendin voor Miguel. Ah, ja. Maar willen jullie toch nog even over de Vierdaagse gaan hebben? Of willen jullie dit gewoon heel lang... Wat ik erover nog kwijt wil is... Ja, eigenlijk is het een hele treurige week. Ja, dat is het zeker. Daar moet je ook altijd mee uitkijken. Hè? Onder het mom van, ja, er zijn ook mensen die corona hebben. En er zijn landen die het veel erger hebben. En er zijn ergere dingen in de wereld. Maar dit is ook erg. En maar dat is het. Dit mag je gewoon erg vinden, ja. Ja, mijn koppijn is de ander niet, denk ik dan altijd maar. En dat roep ik dan ook. Maar het is gewoon heel jammer. Alles is afgelast. En Vierdaagse is toch een hoogtepunt voor mensen uit Nijmegen en omgeving. De feesten. Ik zelf ook. Hè, de optreden samen met House of Tom Tom. Lekker nog een borreltje pakken. En nu kom je gewoon eigenlijk in een lege stad. En elke Nijmeegse vlag of gladiool die in een etalage... Het is eigenlijk te triest. Ja. Het is eigenlijk janken. Janken met de peruk op. Ja, dat is het. Dat is het wel. Dominique, jij gaat straks toch naar de wedrennen, hè? Ja, ja, klopt. Ja, ja. Maar en we hebben gehoord tenminste dat ook best wel veel mensen daar gaan eindigen straks hun Vierdaagse. Mm-hmm. Heb jij gladiolen? Heb je die? Ik score ze wel ergens. Je scoort ze wel ergens. Ja, dan moet je ze aan Wally geven, hè? Wally inderdaad, die hebben we gebeld. Ja. Wally is op weg naar de wedren, die heeft gladiolen nodig. Ja. Op zoek naar Wally. Maar Imke, wij hadden gehoord dus dat Peter Nillissen, die hier ook radio maakt, dat hij een eigen bloemenwinkel dus heeft. Ja, dat hoorde dus vanmorgen. Die heeft een eigen bloemenwinkel, want die heeft dus nog gladiolen. Tenminste, oh, dat is nog Peter in beeld. Dat is grappig. Ja, dat weten we nog niet. Maar we kunnen wel even gaan bellen. Dan kun je met hem praten, oké? Okay? Ja. Zullen we even Peter bellen dan? Ja, gaan we eventjes die man bellen. Eens even kijken of hij... Zijn haar gekamd heeft. Hij heeft geen haar. Och. Joh. Peter. Hallo? Hey, hallo. Goedemorgen. Hallo. Hoe is het met je, Peter? Ja, met mij goed. Met jullie ook? Ja, bij ons is het zeker hartstikke gezellig. Ik hoor dat Maggie op bezoek is. Ja, dat klopt, lieverd. Jij mag mij in februari interviewen, 5 minuutjes. En hier zijn ze al 2 uur met me bezig. Oh, ja, dat is waar. Ja, Peter. Ik niet meer zendtijd. Ja, zij zijn meer bofbipsen. Maar leuk dat je daar bent, hoor. Heel leuk. Ja, dat is gezellig. Wil jij de centrale vraag aan Peter stellen, Maggie? En wat zou dan de centrale vraag moeten zijn? Ja, of hij nog gladiolen heeft. Oh, Peter? Ja? Je zou het niet verwachten wat ik nu ga vragen. Maar heb jij toevallig nog in een emmer in een hoek gladiolen staan? Ik heb genoeg gladiolen staan, absoluut. Yes. Hoeveel absoluut. Heb je er? 100. 100. Schuin afgesneden al? Dat nog niet. Dat is, ja. Je hebt goede vingers daarvoor. Oké, en je hebt een bloemenwinkel? Dieren en bloemen, klopt. Dieren en bloemen? Dieren en bloemen. Leuk! Oh, dus de konijnen die liggen naast de rozen. Die liggen naast de rozen. Ja. En is dat in Nijmegen, Peter? Nee, is in Arnhem-Zuid. In Arnhem-Zuid. Dus dan moeten de gladiolen voor Nijmegen uit Arnhem komen. Dat weet ik toch ook niet. Of dat nou goed gaat. Ja, ik denk dat ik op de Waalbrug ga liggen. En zoek het maar uit en dan kun je terug. Maar Dominique, als jij dan... Dat zijn hele goede gladiolen, er is niks mis mee. Nee, dat is wel. Dat is Ede, hoor, dus dat scheelt ook. Het moeten wel de beste zijn, hè? Ja, het zijn de beste. Okay. Ik heb ze ook echt toevallig voor heel veel mensen besteld die ze gevraagd hebben. Oh. Oh. Dominique, ga je die straks even ophalen in zijn winkel? Ja, waarom niet? Ja, toch? Dan sta ik toch ook zo met van die lege handen. Ja, dat is ook niet leuk. Nee. Is dat goed, Peter? Ja, zeker. Komt Maggie ook mee, of niet? Nou, dat moet je even Maggie vragen. Maggie, ga je mee? Nee. Maar Maggie heeft vast veel te druk, denk ik, met andere dingen. Ik heb het inderdaad veel te druk, ja. Ik heb om 10:30 een massage. Ja. Oh, lekker. Van de kapper. En daarna moet ik naar de kapper. Ga ik wel eens naar de kapper, Peter?
Ben ik pas nog geweest, daar zie je toch? Ik heb weinig haar, dus... Ja, maar je laat het dan oppoetsen met een droge zeem en met glasseks. Ja, dat is ook zo. Glimwurm van me. Ja, sorry hoor. Jouw collega moet er heel erg om hard om lachen. Dus misschien moet je hem daar eens over aanspreken. Ik vind het niet kunnen. Ja, hij mag alles. Miguel mag alles. Oh, dankjewel. Dat is top. Dat is top. Hij geeft zich ook op. Nou, Dominique, ga jij straks op eten toe dan? Ja, ik ga op tour. Oké, en dan... Ik zie jou vanzelf verschijnen, Dominique. Oké. Doei, Peter. Doei, Peter. Doei. Nou, dit was hem al. Dit was hem al. Het is gewoon 1:10. Ja, dat hoor je dan te zeggen, hè? Als special guest. Is het nu al... We gingen het snel ook, hè? Ik had het niet verwacht. Maar wat had je er van tevoren van verwacht dan? Dat je het echt... Was je ooit op radio? Was je ooit geweest? Zeg maar zo'n studio. Live in de studio? Ja, daar gaan we weer. 30 jaar geleden toen Broodje Jam uitkwam... ben ik gevraagd door een bekende van mij. Die hadden Carolus Magnus Radio Week... tijdens de introductieweek. Ik weet niet of dat nog bestaat. Dat bestaat nog steeds. Ja, helaas dus toen zat ik bij de Ballenradio. Oh jeetje, heftig. Hey, maar wat had je ervan verwacht? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat het heel erg leuk en gezellig zou zijn. Met champagne en lekkere koffie. Het is allemaal uitgekomen. Oh, wauw. Dus als jullie me nodig hebben en het leuk vinden. En je ziet het, hè? Ja. In tegenstelling tot Xander. Als ik zeg ja, dan kom ik. Ja, dan moeten we straks naar mij even zien. Of Xander, ik ben er nog steeds een beetje zenuwachtig voor. Hé, maar ook Dominique, ook superleuk dat jij erbij was. En ik hoop echt dat jullie eerste date... wat was het ook weer? Bungee jumpen. Oh ja, bungee jumpen. Nou, dat gaan we doen dan, hè? In Zuid-Afrika heb je echt de hoogste Miguel, ik wil naar Zuid-Afrika. Nou, dat gaan we heel goed. Nou, als ik even kijk naar het budget van de programmering... denk ik dat we eerst maar eens in Tivoli Bergendal moeten gaan beginnen. Daar kan ik nog met de fiets net naartoe. Daar ook reiskosten in te dienen. Oké, nou, jullie allemaal heel erg bedankt. Jullie bedankt. Voor deze fantastische ochtend. Imke, jij bedankt voor de fantastische ochtenden. Ja. Ik vond het heel leuk. We gaan even kijken of we hier iets meer mee kunnen doen. Hè? Mattie en Marieke 2.0. Precies. Ik hoop dat snel. Oké, fijne ochtend zometeen. Veel plezier bij Mike en Daphne. Doei.